Hoe maak je een foto vrijstaand als het een echte krullenkop is? Een foto uitsnijden of vrijstaand maken kan op verschillende manieren. En ik ga er vandaag gewoon eentje behandelen. Een van de moeilijkste dingen om uit te snijden is toch eigenlijk wel haar. Het zijn allemaal hele kleine fijne lijntjes. Als ik bijvoorbeeld eens inzoom, dan zie je precies wat ik bedoel. En al die kleine fijne lijntjes selecteren, dat is een beetje lastig. Photoshop kan met automatische selecties, met, met rand verfijnen, een aardig eind komen. Maar dat is dus niet de manier waarop ik het vandaag ga doen. Ik ga vandaag een selectie maken op basis van kanalen. En dat vind je hier rechtsonder. En bij mij zijn de kanalen keurig rood, groen en blauw weergegeven. Is dat bij jou niet het geval, dan kun je hier naar bewerken, voorkeuren en interface. En dan heb je hier in het klein kanalen in kleurentonen staan. En laat ik dat gewoon even uitvinken. Deze kanalen, dat is de rode informatie, de groene informatie en de blauwe informatie van mijn foto. En die kun je ook los bekijken. En dan valt al iets op. Het rode kanaal is vrij licht. En het groene iets donkerder en het blauwe nog donkerder. En je moet even kijken welk kanaal eigenlijk gewoon het meeste contrast met jouw achtergrond heeft. En contrast is het verschil tussen licht en donker. De witte achtergrond en het donkere model. Nou, je kunt voorstellen, bij rood is dat bij lange na niet zo. Je hebt wel een witte achtergrond, maar je hebt bijvoorbeeld qua haar is dat heel licht. Vergeleken met blauw is blauw al een stuk contrastrijker. En dit is ook het kanaal waarmee ik ga werken. Om te beginnen ga ik dit kanaal eens dupliceren. En dat doe ik heel simpel door de muisknop ingedrukt te houden en hieronder naar het icoontje nieuw te gaan. En ik krijg er een kanaal bij blauw kopiëren. Dit kun je eventueel nog anders noemen, um, weet ik veel. Dit wordt uiteindelijk mijn masker namelijk. En ik klik op masker. En een masker is eigenlijk niets meer dan een selectie op basis van het contrast. En om dat contrast nou nog een klein beetje groter te maken, ga ik aan de slag met levels. En dat kun je vinden door de sneltoets Ctrl-L of hierboven. Bij afbeelding en dan aanpassing en dan niveaus. Niveaus is de Nederlandse vertaling van levels. Als ik nu iets ga aanpassen, dan zie je dat dat invloed heeft op mijn foto. Mijn wit wordt veel witter. En als ik mijn zwart aan ga passen, dan zie je helemaal goed wat er gebeurt. En je ziet dat de contrastomvang eigenlijk gewoon ja, bijna absoluut wordt. Het is zwart of het is wit. Nou, als we in gaan zoomen op het haar, want daar gaat het vandaag om. Je kunt trouwens met Ctrl plus en Ctrl-min inzoomen in de tussentijd. En met de spatiebalk ingedrukt te houden, krijg je een handje, kun je verplaatsen. Maar je ziet dat uh, de krulletjes van mijn haar met deze stand eigenlijk. Ja, verloren zijn. Dus ik herstel dit even. En ik ga het gewoon opnieuw doen. Ik ga gewoon net zo lang de dingen bij elkaar schuiven. Totdat ik eigenlijk best wel een aardig contrast heb. Maar nog wel de kleine fijne haartjes zie. Ik ga hem even hierop houden. En ik klik op OK. Het is nog niet perfect, maar dat geeft niet. Het is een tussenstap. We komen vanzelf wel tot uh, die perfectie. Maar dit is in ieder geval de basis selectie waar we mee aan de slag gaan. En om dit nu toe te passen op je foto, hou je de Ctrl ingedrukt en je klikt gewoon op je masker. Nou, je ziet al een aantal uh, marching ants of uh, lopende miertjes om de foto heen. En dan weet je, we hebben een selectie. Nu kan ik naar lagen en als ik dan de Alt ingedrukt houd en op het laagmasker klik, dan is mijn model opeens uitgesneden. Mijn selectie wordt toegepast in het laagmasker zoals je ziet en ik heb daarmee een vrijstaand model. Hou ik de Alt ingedrukt en klik ik op mijn masker, dan zie ik eigenlijk nog een beetje wat daar het probleem is. In de rechter en linker onderhoek is het eigenlijk niet gewoon mooi zwart en ook in de foto zitten nog zwarte spikkels. Als ik bijvoorbeeld inzoom op de ogen, dan zie je hier, vooral in dit oog, dat daar bijvoorbeeld nog een bepaalde transparantie in zit. Nou, dat geeft niet, het betekent gewoon dat je je masker nog wat fijner moet maken... Als je de Alt ingedrukt houdt en je klikt erop, dan zie je dat. En vervolgens kun je heel simpel met een witte kwast al die zwarte dingen in het masker eventjes uitzetten. Eventueel kun je je kwast vergroten, natuurlijk. Des te sneller ben je klaar. En om dit aan te pakken, moet je eigenlijk wat preciezer zijn. Een makkelijke tip is gewoon met de Lasso-tool even een klein stukje selecteren. Op niveaus drukken en gewoon deze slider naar binnen trekken. En dat kan ook aan deze kant. Want gewoon netjes langs de huid schilderen, dat is wat lastiger. Ctrl D om de selectie op te heffen. Nou, ik heb nu dit. Dit is op zich een vrij aardige uitsnede. Ik kan hier een kleur achter gaan stoppen. En dat doe ik door een aanpassingslaag te kiezen voor een volle kleur. En ik klik op OK en ik slinger hem er gewoon achter. Dit is niet helemaal de kleur waar ik wild van ben. Ik wil eigenlijk gewoon een beetje een kleur die ook op haar lichaam voorkomt. En ik pak deze. Nu heb ik het model dus uitgesneden en voor een andere achtergrond geplaatst. Is dit mooi? Nee, dit is natuurlijk niet wat je wil. Omdat het model op een witte achtergrond stond, heb je bij al die witte haartjes nog een klein beetje de achtergrond. Zeker als je sterk inzoomt, dan ga je dat zien. En dat gaan we gewoon oplossen. Dat kan prima. Ik maak een uh, nieuwe laag aan en die zet ik boven mijn model. En in deze laag ga ik eigenlijk gewoon de witte haren die ik nu nog over heb, waar ik tegenaan kijk, die ga ik gewoon invullen met bestaand haar. Ik zet de laagmodus op donkerder en ik pak het kloongereedschap. Dat vind je ook met de sneltoets S. En belangrijk is dat hierboven bij Monster aanstaat huidig en onderliggende laag. Dat huidig en onderliggende laag dat zorgt er namelijk voor dat er niet alleen gekeken wordt naar de eigen inhoud van de laag die op dit moment helemaal leeg is, maar ook naar de lager onder, bijvoorbeeld het haar van het model. Nou, wat ga ik doen? Ik ga deze lege laag koppelen aan mijn onderliggende laag en dat doe je gewoon heel simpel door de alt ingedrukt te houden tussen de lagen te gaan staan. Je ziet dat mijn cursor verspringt en als ik nou klik. Dan zie je dat er een klein pijltje bij de laag komt. En dat betekent dat hij gekoppeld is aan de onderliggende laag. Dit heet een uitknipmasker. Maak het even ongedaan. Je kunt ook met rechts op de laag klikken en dan uitknipmasker maken kiezen. Het is maar even wat jij het snelste vindt werken. En nu betekent het dat de laag ook rekening houdt met het masker van de onderliggende laag. Als ik nu dus buiten uh, mijn model kom, buiten het masker, dan wordt dat eigenlijk niet getoond. En dat is wat we eigenlijk willen. Want we gaan dit haar dus gewoon heel simpel invullen. Met het kloongereedschap moet ik eerst een bron uitzoeken. En die bron die kies ik natuurlijk in mijn haar. Dus ik hou de Alt ingedrukt en ik ga gewoon ergens in het haar staan en ik klik een keer. Dat heeft Photoshop nu opgeslagen als mijn bron. Laat ik nu de Alt los en ga ik hier staan, dan zie je wat er gebeurt. Ik zie dat dat haar dadelijk hier terecht gaat komen. En ik ga gewoon klikken en tekenen. En je ziet het heeft eigenlijk alleen maar invloed op, uh, op het haar wat wit is. Hoewel het voorbeeld wel suggereert dat het er buiten gaat komen. Dat gebeurt niet, want we hebben de laag gekoppeld aan de onderliggende laag. En je weet met klonen dat je altijd een klein beetje op moet passen dat je geen repeterende uh, patronen gaat creëren. Dus je moet regelmatig gewoon een nieuwe bron kiezen of variëren in de grootte. Dat wil ook nog wel eens uh, helpen. En zo ga je gewoon heel de foto af. En je snapt natuurlijk: dit is op zich best een tijdrovend karweitje, Dus dit heb ik een klein beetje versneld. Anders is het ook niet interessant om naar te blijven kijken. Voilà, de witte randjes zijn weg. Weet je nu of je goed zit? Nou, dat kun je heel simpel door gewoon je kleur te veranderen. Wit, dat was wel perfect, dat uh, zat in het origineel. En zwart, je ziet gewoon de witte randjes rondom het haar zijn weg. En zo eenvoudig is het dus gewoon om haar uit te snijden. Ook al is het een mooie krullenkop. Dank voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei.